Welkom, harkers. Lood is de eerste aflevering van ons nieuwe literaire programma Lettergek. Presentatie Klaas Joosma. Lettergek. Ja, goeie meisken, al je hartelijk welkom bij Lettergek. Lettergek, een programma over literatuur, maar benamelijk over schreeuwers. Mijn naam is Kerel de Pateren en zo. En Jood hebben hier in de studio hebben Baron Frederik Beintema to Tonto del Pueblo. Frederik, Baron Frederik Beintema to Tonto del Pueblo, je mag je wel zeggen, jou binnen mij een knal. Een bijsterbaarlijke knal verschijnt in de Friese literatuur. Het is onvoorstelbaar, want jouw memoires zijn echt heel tegen leesbaar. Het is onvoorstelbaar wat er al je schreeuwen is terug, jou, en wat jou mij maken gaat. Dus ik zou zeggen, vertel er maar eens over. Ja. Ja, ik wil wel wat vertellen over mijn jeugd. Ach ja, jeugd. In mijn geval kan je als net spreken over de jeugd, want ja, ik heb er altijd al west. Ik weet er in het begin al. Ja, dat weer was ze. En in het begin wie ik daar eigenlijk al innig. Letter is de mens erbij komen, maar ja, ik heb wel zo'n soort mooi maken. Ik had wekelijks nog aan de tafel met Jezus zitten en een goed glas wijn dronken, dat weer goed. En ja, ik heb verder wat dingen uit heeft met zijn discipels. Maar dan met Judas, dat weer een wild kereltje, hè. No, wat wij net uit heeft hebben. Ja, het weer een eier homo's, hè. Ja, dat weer was zo. Nou, wil je nog wat meer weten of zo? Ja, nou vragen mag vanzelfs genoeg. Ik wil graag weten waarom Frederik Beintema to Tonto del Pueblo. Hoe komt dat eens? Gewoon, harken zullen zelfs wel afvragen. Wil je jou net zo razen in mijn eer? Graag. Ik zal even wat mezelf te bek zetten. Ik denk dat gewoon harken weten willen. Waar komt die Spaanse naam voor het baron? De Tonto del Pueblo. Ja, nou dat is een lang verhaal. Het weer in de Santje, nee, section de ja, ik ruit je de touw wel eens wat kwijt, want ja, je maakt je wat mooi. Hè? Maar ik heb dus ook koning Philips de Twadde van Spanje, dat weer ik dus ook. Of ja, wie ik het, ik zie het in zijn lichaam. Want ik heb meerdere lichaams gehad. Toen kan ik net zo oud worden. Maar indeed, had weer een prachtige tijd als koning. En ja, ik was vol mijn vrouw trouwen. Dat weer mijn vakker net. Maar ik vind ook al je mooie feintjes daar. Mooie bruine feintjes. En dan heb ik daar een soort van poepseks dien. Hoe heet het? Had ik weer in de Latijnse namen, weet je dat? Ik dacht dat het niet mijn GoPro, wie? GoPro! Ja, dat zou kunnen, maar ja, we nemen het net zo. Ja. Nee, ik ben hem even kwijt hoe het in Spaans zit. Maar ja, we voelen wel lekker. Een beetje op het bal en zo. En in de paella zit het, ik al je terug. We eten dat al hier op. En dat wil je goed eten, zal ik jou vertellen. Nou, waarom, Frederik Beintema to Tonto del Pueblo? Jou ga ik een soort heel nieuwsgierig, een soort marineavonturen mee maken. Want jou ga ik varen. En jou ga ik nog zelfs bij scout bij nacht gaan jou zitten. Jou bent ja. Bij het schip, bij jou vuntwesten, ja. De Indische Oceaan, die kant op. Ja, nee, ja, ik wil mijn eigen verhaal, laat ik zelfs even vertellen. En net dat jou dat toch maar jou wat nieuwere loods, mag ik zeggen. Ja, ik heb ingeerd op een U-boot zitten. En dat weer wel ergens wat oors, hè? Van die blonde, Germaanse, stevige jongens, al die heren. Ja, nee.
Dat mag ik ook wel horen, hè? Je mag er net discrimineren, hè? Dus Germaan ben ik leuk. Zo. Nee, wat we daar al in het uit heeft hebben. Oh, jongens, jongens, jongens. Nee, we kwamen, we zitten opsluiten, hè, Marco. En we moesten toch wat vertierziekje. Dus, en ik weer daar de kapitein, hè. Dus ik kon elke nacht, je kunt toch wel zo'n 12 rijden in bed, ja. Ja, dat, ja we dienen toen ik onder het, ja, pisseks en voeskje in de holten, zeg maar zeggen. Ja, dat ben je harder, ja. Maar in der nooit werd ik goed glas wien en poëzij daar. Ze staan wat en klassieke muziek. En dan weer een harpist weer aan boord. Ja, dat ben je een harpist, ja. Ja, net een harpij, maar een harpist. Ja, nee, dat wien nog eens tien, meneer Dinges. Ja, nee, ik kan die naam net zo goed onthouden. Ja, dat weer dus de 12e verhaal kreeg. Ja, ik ben een beetje verkeerd in de oorlog. Ja, dat is, laat het maar gewoon goed bezorgen. Want ja, ik ben gewoon een Duitser, hè, dus ja, dan ben je toch net verkeerd. Hè? Ik heb hem herkend, de meneer met het snorken. Ja, het keer bij mij thuis geweest, toen ik nog in het kasteel ben. Ja, dan hadden al verhouden dat ik van, ja, van Kopro, wat weer dat dan een nieuw verbandje. En een raar deksa. Ja, net zo slim als jou, hoor, maar hij kon ook behoorlijk raar zijn, had de kleerkamer, zo. Nou, waarom vreer ik bij de Matutonto del Pueblo? Ach man, hou daar eens op van dat garage. Ik mag wel zeggen, meesten zullen dat net vlug verjitten. Toch, joh, dat thuis, ik daar zat een garage. Jou ben net kwart van memorie. Jou hebt mijn boek al lezen, neem ik aan. Ik maak zeggen, het die me echt denken, jou bent een soort baron van Münchhausen, ja, van het huske. Nou, correct. Nou, dankjewel, ja. Nou, ik zou zeggen, jou dank. Nou, mijn huis verlitter graag. Ik weet net hoe goed dat ik voortkomen mag. Nou, dat is mooi. Nou, goeie. Ja.